Erwin van der Looy, een aantal weken geleden, toen stelde ik jou de vraag van, je laat het toch niet op de drie laatste wedstrijden aankomen. Maar als we de situatie nu een beetje bekijken, dan komen we het er wel op aan. Ja, nee, ja, okay, dat zag je ook wel aankomen, denk ik, aan het aantal punten. Maar kijk, ik denk dat we wel goede vooruitgang hebben geboekt. Als je kijkt, toen ik hier kwam, was het verschil met RKC 1 punt, nu 7 punten. Dus we zijn echt wel een stuk vooruit gegaan, ook qua ranglijst, maar ook qua spel. En de situatie is wat dat betreft met 3 wedstrijden voor de boeg, met 7 punten voor op RKC, een stuk beter dan de positie van RKC met 7 punten achterstand. Dus het wordt natuurlijk, ik snap het verhaal van 2 jaar geleden, wat er gebeurd is. Dat leeft in iedereen zijn hoofd, bij de mensen die al langer Heracles volgen natuurlijk heel erg. Maar wij zijn gewoon gefocust op de volgende wedstrijd en niet alleen maar op de ranglijst, maar gewoon een goede prestatie leveren en dan gewoon de punten hier houden. De wedstrijd tegen PEC Zwolle vorige week, er is al genoeg over gezegd. Was eventjes een terugval? Is het een incident? Nou, dat zullen we moeten bewijzen. En dat willen we denk ik ook graag bewijzen. Daar hebben we het duidelijk over gehad. Ik denk ook dat het voor iedereen een verrassing was. Hoe we de laatste weken speelden daarvoor was gewoon prima. En dat wil niet eens zeggen dat je altijd hoeft te winnen. Want ik vond ook Heerenveen thuis een prima wedstrijd. Ja, die win je uiteindelijk niet omdat je een fout maakt en dan best wel lang erachteraan moet. Nou, dat kan ook een keer gebeuren. Maar ja, tegen Zwolle was het gewoon echt een stuk minder in alles wat we deden. Qua voetbal, qua samenwerken, noem alles maar op. Ja, en ik vind inderdaad, als je een goed team bent, dan moet je ook reageren op zulke situaties. Goed, zondag staat RKC op de stoep. Dat was de eerste wedstrijd van jou als hoofdtrainer. Ja, dat klopt. En het was winst. Nou ja, ik teken voor hetzelfde resultaat, zou ik zeggen. Ja. Goed, hoe staat je op team ervoor op dit moment? Ja, ik denk dat je doelt op blessures. Dus helaas is Emiel er nog niet bij en is Sven er nog niet bij. Die zijn nog niet voldoende hersteld. Dus we gaan er alles aan doen om hun nog speelkaart te krijgen voor de laatste wedstrijden. En Thomas is geschorst. En voor de rest hebben we de langdurig geblesseerde. Jannes is er wel weer bij? Jannes is er weer bij, zeker. Was vorige week al beschikbaar en dus die is weer aangesloten. Hoe kijk je naar RKC? Ja, ik ben een beetje verrast eigenlijk doordat zij best wel nog zo laag staan. Omdat ik vind dat ze, als ik de wedstrijden heb gezien en wat ze hebben gedaan de laatste weken ook, hoe ze spelen, ziet dat er best goed uit en doen ze echt wel goede dingen. En toch staan ze aan het eind van de wedstrijd vaak niet met winst in handen en daarom staan ze zo laag. Maar dit is toch wel echt wel een ploeg om rekening mee te houden. Een stadion zit vol zondagmiddag. Ja, dat is wel lekker. Dus dat is toch prachtig. Dat hebben we al de laatste weken natuurlijk gezien. Wat ik heb gezegd vanaf het begin af aan, dat je heel graag een wisselwerking wil hebben tussen publiek en tussen team. Nou, dat hebben we de laatste weken goed voor elkaar. Dat hebben de supporters ook heel goed voor elkaar. Daar zijn we hartstikke dankbaar voor. Maar dat zullen we ook iedere keer zelf weer af moeten dwingen. Dus wij moeten vanaf het begin af aan weer op het veld staan. Op zo'n manier dat het publiek er ook graag achter wil staan. En aan de andere kant hoop ik ook dat het publiek er klaar voor is om op momenten dat we het even niet voor elkaar krijgen of dat het lastig wordt, ja, dat zij ons over dat dode punt heen moeten brengen. En dat is mooi. We hebben nog 2 thuiswedstrijden. Laten we er met elkaar iets moois van maken. 3 wedstrijden achter elkaar om 12:15. Ja, ik heb het programma niet gemaakt, dus ik kan er ook weinig van zeggen. We hebben het gekregen en we moeten er gewoon klaar voor zijn. Zo simpel is het. Met andere woorden, jij bent er klaar voor. Het tactisch plan is klaar. De spelers zijn er klaar voor. Ja. Dat wordt gewoon een fantastische voetbalmiddag. Ik hoop het ook. Ik hoop dat iedereen ervan gaat genieten. En dat we aan het eind van de middag allemaal blij zijn. Heel veel succes. Dankjewel.